Natuurlijk is Chelsea vandaag ook weer bij. En ze heeft ook een paar kijkersvragen binnengekregen. En de eerste is best wel de moeilijkste. Wat is naast je eigen liedje je favoriete liedje van het Junior Songfestival? Nou, dan ga ik voor Kim. De volgende vraag is van Nienke. Ga je nog meer liedjes uitbrengen, want je hebt een hartstikke mooie stem. Nou, ten eerste heel erg bedankt. En ja, ik ga nog binnenkort een nieuw liedje denk ik wel uitbrengen. Dus er zijn al plannen? Ja. En kan je er ook meer over vertellen? Of, Nou, nog niet, maar... Nou, ik ben benieuwd. Je hebt natuurlijk ook veel ervaring al voor het Junior Songfestival gehad. Maar was het Junior Songfestival heel anders of leuker? Of hoe was dat? Nou, ik moet zeggen, het Junior Songfestival was anders, want ik was hier finalist. En bij het andere wat ik allemaal heb gedaan, niet. Dus dit was eigenlijk wel een hele grote ervaring. Oh ja, en ik denk dat veel kijkers ook nog iets willen weten. Heb je een vriendje? Nee. Nou, ik vond het in ieder geval hartstikke leuke vragen en bedankt voor het beantwoorden. Ja, geen dank.